Welkom bij Omroep Hulst Informeert. En we staan in Koewacht bij een van de vele ommetjes die je in de streek kunt wandelen. Natuurlijk aandacht voor carnaval, maar er gebeurt veel meer in Hulst. De koning is terug. De eerste films werden deze week vertoond in de bioscoop. Op 28 maart, dan is pas de officiële opening van die bioscoop. En ook was er veel onzekerheid over hoe nou drie scholen in de Dullardwijk samen moeten gaan als één. En waar moet dat kindcentrum, zo gaat het dan heten, moeten komen? De gemeente is er nog niet uit en veel onduidelijk voor ouders en bewoners van die Dullardwijk. Maar er is ook ander nieuws dat natuurlijk wereldwijd domineerde. Het nieuws en de beelden over de aardbeving en de vele slachtoffers in Turkije en Syrië maken veel los. De aardbeving heeft een immense impact. Veel mensen overleefden dit vreselijke natuurgeweld niet. Velen verloren dierbaren hun huis en hebben werkelijk niets meer. En onze gedachten zijn bij hen. De aardbeving in Turkije en Syrië heeft het leven van tienduizenden mensen volledig verwoest. Er is behoefte aan medische zorg, voedsel en onderdak. Daarom is jouw hulp nu nodig. Samen komen we in actie voor de slachtoffers van de aardbeving. Geef op giro555.nl. Ook de gemeente Hulst is begaan met de getroffenen van die aardbeving in Turkije en Syrië. We steunen zowel financieel als emotioneel. De gemeente heeft namelijk ook mensen die familie en vrienden hebben in die getroffen gebieden. De gemeente Hulst doneert 1 euro per inwoner voor de hulp in Turkije en in Syrië. En dan gaat het om een bedrag van 27.600 euro. En iedereen kan natuurlijk helpen met een donatie op Giro 555. Mensen die behoefte hebben om te praten over hun emoties zijn onder andere welkom op 15 februari van 2:30 tot 3:00 in de Dullard. De gemeente Hulst heeft sinds eind december 2022 een tijdelijk noodfonds voor energiekosten. Maar er is nu ook een landelijk noodfonds. Heeft u een hoge energierekening? Klop dan aan bij het tijdelijk noodfonds energie. Komt u in aanmerking, dan betaalt het noodfonds een deel van de energierekening van oktober tot maart 2023. Het noodfonds kijkt hoe hoog de energierekening is en kijkt hoe hoog uw inkomen is. Als te veel van het inkomen nodig is voor energie, dan betaalt het noodfonds een deel van die energierekening. Op www.geldfit.nl/energie kunt u een noodfondscheck doen. Voor vragen over dat noodfonds kunt u ook bellen met een telefoonnummer en dat is 0800 0550. Niet alleen in Hulst is men druk bezig huurwoningen te verduurzamen. Ook in Terneuzen is de woningcorporatie druk bezig. In de Schilderswijk moeten bewoners van 27 woningen verhuizen omdat hun woning gesloopt wordt om plaats te maken voor duurzame nul op de meter huizen. Levensloopbestendige en gezinswoningen. De huidige bewoners die krijgen in april meer duidelijkheid over herhuisvesting, zoals de verplichte verhuizing gaat heten. In opdracht van de burgemeester gaat in de binnenstad van Hulst een pand op slot. En dit gebeurt op basis van het Damoclesbeleid. Het gaat om een pand aan de Zomerstraat in Hulst. In het pand aan die Zomerstraat werden 200 planten en bijna 5000 hennepstekjes aangetroffen. De sluiting die duurt 3 maanden. De Zeeuwse gemeenten zijn van mening dat de kweek van hennep en de handel in drugs zorgt voor overlast en onveilige situaties. En daarom is het Damoclesbeleid opgesteld. En op grond van dit beleid kan de burgemeester panden sluiten waarin drugs worden verkocht, afgeleverd, verstrekt of ja, spullen daartoe aanwezig zijn. Een oproep van 5 tot en met 28 mei wordt weer de Kunstgalerie Hulst georganiseerd. Hierbij worden in diverse etalages in de stad kunstwerken van lokale kunstenaars getoond. Er wordt daarvoor een brochure en een wandelroute langs die kunstwerken gemaakt. En wilt u zelf meedoen
met de kunstgalerie, dan kan je vanaf nu je aanmelden via een mailtje naar info@hulstnet.nl. Deelnemen is helemaal gratis. Typisch voor Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen zijn dijken met bomen. In Zeeuws-Vlaanderen 9000 bomen bij elkaar. Veel van deze bomen zijn populieren die soms al 50 jaar oud zijn. Mooi, maar het kan ook voor gevaarlijke situaties zorgen omdat de bomen niet meer zo stabiel zijn. Ook in de gemeente Hulst zullen daarom bomen gerooid worden. Er wordt dan wel rekening gehouden met het broedseizoen en de herplantplicht. Er komen dus wel weer bomen terug. Bomen hebben namelijk een grote ecologische en maatschappelijke, landschappelijke waarde. Wel kan het zijn dat er op een dijk wat minder bomen terugkomen, omdat de oude bomen eigenlijk te dicht op elkaar stonden. Dit waren beelden van het laten zinken van de sluisdeur in Terneuzen. Het werk aan die nieuwe sluis is echt immens. En natuurlijk kan niet iedereen elke dag eens een kijkje gaan nemen. Maar de sluis heeft zijn eigen YouTube-kanaal. Als u zoekt op Nieuwe Sluis Terneuzen 2021, toen zijn ze begonnen, kunt u meer mooie en indrukwekkende beelden zien. Carnaval, we kunnen er de komende dagen niet omheen. In vele kernen rijden er eindelijk weer wagens door de straten en is er tijd voor een limonadebal en feestavonden. In Hulst liep men al warm tijdens de druk bezochte buurtmiddagen en avonden. En ook de Hulster House Mafia laat dit jaar weer, en dat is al de 10e keer, van zich horen. Op maandag vanaf 1 uur barst het feest los, maar niet nadat er weer gezellig geleurd is op de markt. Nou, hou tijdens het carnaval ook rekening met verkeershinder tijdens de optochten en andere activiteiten. Vanaf 1 februari is het mogelijk om voor één dag trouwambtenaar te zijn in de gemeente Hulst. Wil namelijk een bruidspaar een bijzonder persoon hebben om in het huwelijk te worden verbonden? Nou, dan kan dat. Wel moet het bruidspaar dat minstens 3 maanden van tevoren melden bij de gemeente. Het college wijst die persoon dan aan voor 1 dag. En daarna moet hij ook een eed afleggen bij de rechtbank. De procedure daarvoor kost €174 en dat moet door het bruidspaar betaald worden. Bij elk huwelijk moet nog wel een gemeentebode aanwezig zijn. Op donderdag 16 februari om 19:45 is het weer tijd voor een Zeeuws klankbordbijeenkomst in het Schallemaai van Ossenisse. Hans Dorijn, voormalig rechercheur bij de politie, vertelt over de thrillers die hij schreef. En Johan Robbesin over zijn 3 laatste boeken, met natuurlijk aandacht voor de Hedwiegen. Er is een muzikale pauze en de prijs om binnen te komen is €18,50. Wilt u reserveren? Bel dan gewoon 06-1234-7643. Of stuur een mailtje naar schallemaai@gmail.com. De volgende Zeeuws klankbordbijeenkomst is op 16 maart en daarna 20 april. En op donderdag de 16e zendt Omroep Hulst de raadsvergadering ook weer live uit. Kijk op de website van de gemeente Hulst om te zien wat er deze keer op de agenda staat. De bonte avond. Dat is een avond die garant staat voor gezelligheid en vaak weerzien van vele bekenden. Ieder dorp kende vroeger wel zo'n avond.
Maar toch verdwijnt er steeds meer, maar niet overal. In Sluiskeul is de Bonte Avondclub al 72 jaar actief. Ze nodigen u graag uit op 18, 19 of 25 maart in het Meulengat van Sluiskeel. De kaarten zijn voor €7,50 te koop. En hiervoor kunt u gewoon even bellen naar de familie Benjamins op 015 471 806. De titel van het jaar is Ik kan het niet alleen. Nou, samen wordt het vast een geweldige avond. Maar ook Koewacht zit vol talent. Op zaterdag 25 februari vanaf 8 uur verzorgen Koewachtse artiesten een live show. De Partymasters zorgen voor de verdere muzikale omlijsting. De Vlassaard in Koewacht is de place to be voor dit feestje. Veteranen uit de gemeente Hulst hebben op 10 maart de mogelijkheid om onderling kennis te maken. Deze dag kijkt de gemeente of er belangstelling is voor de organisatie van een veteranendag in de gemeente Hulst. De gemeente heeft een lijst gekregen en hoopt daardoor alle veteranen benaderd te hebben. Kent u iemand die niet een uitnodiging heeft gehad? Nou, stuur dan een mailtje naar veteranengemeentehulst@gmail.com. De gemeente is benieuwd naar de behoeftes, suggesties en verdere ideeën rond Veteranendag. Op 15 maart kunt u weer naar de stembus en bepaalt u mee wie de nieuwe leden van de Provinciale Staten van Zeeland en van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Scheldestromen worden. De koers van Zeeland ligt dus ook in uw handen. En als u niet naar de stembus kunt komen, vraag dan een andere kiezer om namens u te stemmen. Of misschien wilt u wel in een andere gemeente stemmen. Nou, dat moet u een kiezerspas aanvragen. Kijk op de website van de gemeente Hulst hoe dat moet. Met de lente in aantocht wordt er weer van alles georganiseerd. Zo heeft Aanzet in Terneuzen het lenteprogramma voor kinderen vanaf 2 jaar nu al online staan. Kijk voor de activiteiten in de gemeente Hulst voor jong en oud op de website van Hulst voor elkaar. Want zo zoekt men nog mensen die graag in een moestuin werken. En heeft u na carnaval nog last van carnavalskriebels? Nou, dan kunt u zich gaan voorbereiden op het zomercarnaval. Want dat gaat ook dit jaar weer door tijdens de vestingfeesten eind augustus. We sluiten af in carnavalstemming met Lien en Dien. Graag tot volgende week. Was ik het nog lang niet beu in de kroeg. Ik vind het zo gemeen, kan nergens niet meer heen. Waarom, waar moet ik zijn als café sluit? Wil nog niet naar huis, doe waar is iedereen naartoe? Waarom, waar moet ik zijn als café sluit? Was toch niet de rest, ik zijn nog langer niet moe. Waarom stak ik hier al buiten in een steeg? Waarom nou? Het was toch nog zo leutig, denk ik nog niet uitgefeest. Had ik de kans gehad, was ik nog niet weg geweest. Van tijd had ik geen benul, dit is nog flauwekul. Waarom, waar moet ik zijn als café sluit? Wil nog niet naar huis, doe waar is iedereen naartoe? Waarom moet ik zijn als café sluit? Was toch niet de rest, ik zijn nog langer niet moe. Waarom moet ik zijn als café sluit?